Rob Maas volgde na jong Ajax oerstappende Marcel Keizer op. Maas had het laatste jaar hier waarnemend haartrainer van Vitesse uit Arnhem-West als plakvervanger van Peter Bos. Bij Cambuur binnen ze ervan uitjoegen dat hij de juiste man is. Ja, Rob is een jongen die sowieso dat aanvallende voetbal pretendeert. Die daar heel duidelijke ideeën bij heeft. Die een teamplayer is. Die een winnaar is. En dat kan ik uit eigen ervaring beamen. Omdat ik hem een jaar lang heb meegemaakt bij RKC. Maar iemand die er ook energie in wil steken. En samenwerkt dus met zijn staf. Maas zelfs hier net verwachtte dat Cambuur hem haar woe. Het was een verrassing. Ik was op mijn vakantieadres en dan... Ja, had ik Henry op de app en dan belde daarna of ik eventueel zo snel mogelijk een gesprek met hem aan kon gaan. En dat hebben we gedaan. Op Twitter opineerde je de Cambuur supporters haar ek. Ek vaak net positief. Maas had van de Sontje-wedstrijd nog haardcoach van Vitesse, maar fjouwer won. Ik weet dat voetbal is ook perceptie. En ik heb oorzaken waarom het minder ging. Alleen dat is gedaan. En ook Cambuur heeft een mindere periode achter de rug. En als we gewoon met z'n allen de schouders eronder zetten en positief gaan denken, dan is dat allemaal zo weer vergeten. Rob Maas krijgt bij Cambuur als opdracht in de top van de Jupiler League mee te draaien. Ja, wij willen natuurlijk wel voor promotie spelen. Daarvoor zijn veel ingrediënten hebben we daarvoor nodig. Goede staf, goede spelers, maar ook een klein gelukje. En nou goed, we hebben wel het idee dat we veel ingrediënten in ieder geval bij ons hebben. Wat men gezegd heeft is dat we voor de bovenste plekken mee willen spelen. En ik denk dat dat ook realistisch gezien is nu. Ook waar we staan, ook qua selectie. Dus, qua begroting. En begroting. Dus natuurlijk willen we bovenin meespelen, absoluut.